Mitchell van der Gaag, we hadden vorige week een afspraak gemaakt. Dat klopt, ja. Weet je nog wat het was? Je had in die glazen bol gekeken. Ja. En dat had je goed gedaan, ja. Heel goed. Gefeliciteerd met deze overwinning. Dankjewel. Dat was, ik denk iedereen die betrokken is bij NAC, gefeliciteerd met de overwinning. Het was zwaar bevochten. De eerste helft van onze kant prima. Heracles had zich aangepast aan ons. Of aangepast in ieder geval. Die wilde op een bepaalde manier spelen. Niet het gebruikelen van de laatste weken. Dus altijd weer even afwachten hoe de ploeg daarmee om zou gaan. Nou, de ruimte lag op de flanken. Hoe gingen we, zouden we omgaan met een valse spits? Nou, ik vond dat we dat prima deden. We kwamen goed aan de bal. Kwamen in de 16 meter tegenstander. De drijf was er. Ik vond dat we met vertrouwen speelden. En dat was goed om te zien. Tegen een prima ploeg. Nou, kom je op 1-0. Tweede helft, wat meer risico van Heracles kant. Dan zie je dat die ploeg vertrouwen heeft. We zitten in een fase waar alles in ieder geval goed gaat en goed lukt. Krijgen we wel een mogelijkheid, zeker met die van de Mounir in de 16 meter, waardoor je een paar uitvallen hebt, een paar counters, waar we niet altijd goed uitspelen. Maar in ieder geval dan zie je wat voor risico Heracles neemt. Ja, dan krijgen we de goal tegen en toen hebben we een hele moeilijke fase gehad. Dan zie je dat wij niet het vertrouwen hebben om te denken van nou, dat komt wel even goed. Dan gaat het toch weer in die kopjes hangen. Dat merk je dan ook een beetje aan het publiek. En langzamerhand komen we er weer eigenlijk bovenop. De wissels die weer een nieuwe impuls geven. En dan zie je het publiek weer terugkomen. Die gaan er weer achter staan. We komen wat meer op de helft van Heracles. Dan komen we vaker in de 16 meter. En ja, en dan komt hij in de 16 meter bij Mitchell. En die maakt een geweldige goal. Ja, en dan valt ook net even alles goed. En dan zie je de ontlading na afloop. Maar niet alleen op de bank, niet alleen bij de spelers, maar ook op de tribunes. Ja, dat is dan geweldig om te zien. Want ja, uiteindelijk gaat het daarom. Ik wil even naar het moment, eigenlijk vlak voor de 1-0 van jullie. Jullie hebben een goed eerste kwartier, vond ik. Veel aan de bal, veel aanvallen. En vanaf dat moment lijkt het wel een beetje alsof jullie weer terugzakken. Iets meer terugzakken en dan ineens toch die treffer. Maar ook na die 1-0, ineens staat Heracles zo'n beetje met alle spelers op de helft van NAC. Terwijl dat daarvoor nog niet gebeurd was. Nee, maar goed, dat is iets waar we continu mee bezig zijn. Omdat het, ja, wij zijn gebaat om in ieder geval hoog te blijven staan. Waardoor wij, zeker als de bal voorover, wat dichter bij de tegenstander zijn. Waar we ons ook happy bij voelen. Je moet nooit vergeten een tegenstander. Maar het is niet dat je zegt van, dat is de manier van spelen. Af en toe word je teruggedrongen, daar ontkom je niet aan. Maar het was niet, zeker niet in die fase was het nog niet nodig. Ik bedoel, ik zag Luka Ilić achter bijvoorbeeld Anouar lopen en achter Marvin lopen. Ja, dat is niet zijn positie. Waardoor je eigenlijk van links naar rechts gaat lopen. Ja, het was niet veel gevaar, maar je staat dan te ver van de goal van de tegenstander af. Wat niet nodig is. Je noemt Marvin Reuvers al even. Ik denk dat veel supporters naar de kaart van Nijl dachten. Nou, dan zal Verschuren wel terugkeren in de basis. Jij traint natuurlijk heel de week met die gasten. Waarom heb jij toch gekozen voor Reuvers op die plek? Nou, het zijn allebei spelers die op de plek van Gianluca konden spelen. Het gaat natuurlijk niet af van deze week alleen. Hè. Het gaat natuurlijk van de hele seizoen al vanaf de voorbereiding. Hè. Hoe doen spelers het? Arno heeft ook rechtsback gespeeld. Weet ook dat hij op het middenveld speelt. Heeft in zijn meeste wedstrijden gespeeld. Alleen Marvin die heeft net iets andere kwaliteiten waarvan wij dachten van nou, die kan wel eens gaan spelen. En je moet jongens ook belonen die hard werken. Dat doet Arno overigens ook. En daar hebben we net vandaag die keuze gemaakt omdat we dachten van dat we iets meer aan de bal zouden zijn. En vandaar dat we de keuze op Marvin hebben laten vallen. Maar het is goed om te zien dat Marvin daar goed mee om is gegaan. Het is toch niet makkelijk. Het is wat makkelijker als je alle wedstrijden gewonnen hebt. En dat je dan in die ploeg komt. En ik denk dat daar de spanning bij mee heeft te maken. En dat hij op een gegeven moment zei, trainer, ik zit er helemaal doorheen. Maar goed, het is een jongen uit de eigen jeugd. Die werken ook heel hard. En die moet je ook kansen geven. Nou, daarom hebben we Marvin opgesteld. Arno heeft zich perfect voorbeeldig gedragen. Is erin gekomen. Dat was ook een moeilijke fase om erin te komen. Nou, dat heeft hij ook voortreffelijk gedaan. Dus wat dat betreft beloon je spelers. Sommige spelers zullen wat meer teleurgesteld zijn. Alleen in deze fase hebben we echt iedereen heel hard nodig. En dat hebben we vandaag gezien. Dan wil ik ook even naar Tevreden, want die werkt eigenlijk heel de wedstrijd en alle wedstrijden ontzettend hard voorin. Wint veel van zijn duels, sleurt er flink aan. Hoe belangrijk is het voor een spits dat je dan een keer zo'n doelpunt kan maken en zo beslissend kan zijn? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Mitchell heeft natuurlijk een aantal goals gemaakt. Heeft eventueel nog meer kunnen maken bij een aantal wedstrijden.
Maar Mitchell werd ook nu ingespeeld in de tweede helft, wat vaker in de 16 meter, waar hij zijn lichaam kan gebruiken en waar we bij konden sluiten. In dit geval ging Mitchell zelf, draaide zelf weg. Maar we zagen in de tweede helft wat meer momenten. En daar hadden we van tevoren ook op ingespeeld, van dat ze de centrale verdedigers vrij snel in de 16 meter stonden, waardoor hij ingespeeld kon worden voor de derde man bij te sluiten of wat dan ook. En dat zagen we de tweede helft wat meer terug. En ja, dan maakt hij die geweldige goal. Dus ja, dan is het voor een spits lekker. Maar vandaag was het voor iedereen wel heel erg lekker. Hans, gaat hier nu de tap open in het café en overal eigenlijk hier in Breda. Hoe vier jij dit? Nou, zoals ik het altijd doe. Ik drink altijd wel een biertje. En ik ga straks naar huis. Ik ga de wedstrijd analyseren. En wat ik altijd doe. En, en morgen gaan we weer trainen. Dus we gaan weer vooruit richting Emmen. En de jongens zaten al te wachten na afloop van trainer 2 dagen vrij. Maar goed, we hebben nog niks gewonnen. We hebben 2 keer gelijk gespeeld. We hebben nu gewonnen. Ja, dat is prettig. Hè? Nogmaals, we komen in de bewoonde wereld op de ranglijst. Alleen, we zijn er nog lang niet. En ik vind dat we dat in ieder geval de focus erop moeten blijven houden voor het vrije interlandweekend, dat we naar Emmen gaan. Ja, dat zijn toch de wedstrijden waar het om gaat draaien. En dat zal niet makkelijk zijn, omdat we weten hoe moeilijk winnen is in de Eredivisie. Daar hebben we heel lang over moeten doen na de wedstrijd tegen de Graafschap. Maar goed, dan moeten we meer. En het zou nu wel een hele slechte zaak zijn als we nu denken van we hebben het lek boven. Ik ga ook geen afspraak meer met je maken. We hebben het 1 keer gedaan, geen goed. Dus ik ga het niet voor volgende week doen. Ja, het mag wel, dus als je aankomende week in die glazen bol hebt gekeken, ben je van harte welkom. Dat is goed, gaan we doen.